alles was nur zu erleben ist, bevor es aus ist. Andererseits gibt es Leute, die sagen, ich sehe täglich, wie unheimlich wohl Beständigkeit ist und keine Vergänglichkeit. Nun ist dann die Durchschlaggebende, und das ist dann auch tatsächlich, ich will es von Hiverio. Denkt man dann nicht wahr? Dann gibt es natürlich doch Menschen, die eben das. Twee leerlingen die anno 1990 op het gemeentelijk lyceum zitten. Jaap den Oude en Kelvin Korteweg. Welke richting zit jij? Ik doe op het moment 5 VWO hier. Nou, ik ook. En is dit een bewuste schoolkeuze geweest voor jou? Ja, want ik wil later gaan studeren. Universiteit. En daar heb ik VWO voor nodig. Maar waarom dan het gemeentelijk lyceum? Omdat deze school mij goed bevalt. En wat betreft Kelvin? Nou, mijn moeder zat hierop en mijn tante zat hierop. En ja, dat was eigenlijk traditie, dus ik ging hier ook heen. Een logische keuze voor jou om naar het gemeentelijk lyceum te gaan? Ja, eigenlijk wel, ja. En hoe bevalt het jou? Bevalt me hier goed. Ik heb ook op andere scholen gezeten en tot nu toe bevalt me dit het beste. Waarom? Wat is het verschil met die andere scholen? Andere scholen waren strenger. Er werd anders gedacht tegenover de leerlingen. Hier wordt alles losser gedaan, dus begeleiding is beter. Daarom vind ik deze school fijner. En hoe bevalt het jou? Ook heel goed. Ja, ik heb dan niet op een andere school gezeten, maar ik weet ook wel hoe het ongeveer aan toe gaat daar. En ik vind het fijn dat hier MAVO, HAVO en VWO zit. En heb ook nog de MEO, dus heb met heel veel soorten mensen te maken. Dat vind ik wel gezellig. Meneer De Bakker, u bent conrector op de gemeentelijke scholengemeenschap Genderdal. Aan u het laatste woord. Dank u wel. Dames en heren, u hebt een indruk gekregen van de geschiedenis van het gemeentelijk lyceum Eindhoven, tegenwoordig gemeentelijke scholengemeenschap Genderdal geheten. Die naamsverandering heeft gelukkig niets te maken met een verandering van het karakter. De school is door de jaren heen in dat opzicht dezelfde gebleven. In de loop van haar 80-jarig bestaan als openbare school voor middelbaar onderwijs in Eindhoven heeft de GLE, GSG nu dus, bewezen te voldoen in een behoefte. Al die tijd is het een school geweest waar mensen, leerlingen, personeel, docenten werden geaccepteerd, ongeacht hun sociale, religieuze, politieke of culturele achtergrond. Ieder kreeg op de school een plaats en werd in zijn of haar waarde gelaten. Iedereen kreeg op die school een kans om zich te ontplooien, te ontwikkelen. De schoolbevolking is altijd gekenmerkt door een zeer grote diversiteit, hetgeen dikwijls zinvolle wederzijdse beïnvloeding ten gevolge had. De nogal vrije, ongedwongen manier waarop docenten en leerlingen met elkaar hier omgaan, heeft daar natuurlijk ook mee te maken. En de school heeft geleerd om te gaan met die grote verscheidenheid. Dankzij een goed begeleidingssysteem kan met de verschillen rekening worden gehouden. Kan iedere leerling, en vooral de jongere leerling, geholpen worden zich te ontplooien, te ontwikkelen. En hierbij is het behalen van het diploma op de school niet de enige doelstelling natuurlijk. Na de afsplitsing van de MEO-afdeling blijft de gemeentelijke scholengemeenschap Genderdal als een knusse, kleine school voor MAVO, HAVO en VWO achter. Bij de maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen gedurende de komende jaren 90 zullen individualisering, dat wil voor een school zeggen aparte behandeling van iedereen, een grote rol spelen. De 80-jarige GSG, gezond en taai, staat er klaar voor. De grote heffing.
alleen die mooie lichte draad waarop een kleine Dessa staat, is misschien weg. Bali, Lombok, Sumba, Sumba, Flores, Timor en zo voort.